Een volgend item uit de box is dat boek dat ik daar net ook al had gepakt om u wat afbeeldingen te laten zien. Dit is een boek dat uitgegeven is tijdens de Paramaribo Span Expositie. Ja, ken ik. En waarom dit boek? Omdat deze expositie mijn kunstcarrière echt een boost heeft gegeven. En ja, veel publicatie van werk in nationaal als internationaal. Dus dat is deze expositie, die Span-expositie. En bij die Span-expositie, die expositie was gehouden in de tuin van DSB Bank. Oh ja. En iedereen, alle participanten, mochten daar in die tuin exposeren. Maar ik moest in mijn atelier, omdat de curator vond dat het werkt, weten dat ze recht komt in de atelierruimte. Mm-hmm. En ja, op dat moment vond ik het niet leuk, want ik wilde ook in die mooie plek van de DSB Bank zijn. Maar later is gebleken van, waarom hij dat had gedaan? En waarom het werk beter tot zijn recht kwam in de atelierruimte. En mijn project had dan, de curatoren, er waren heel wat curatoren uit het buitenland. Sorry, geen curatoren. Kunsten, critici. En die hebben dan ook heel wat geschreven. Ik heb nog laatst contact gehad met een van de kunstcritici uit Engeland. Die is bezig iets te schrijven en daar had hij ook wat informatie nodig uit die expositie. Hij heeft ook zijn thesis geschreven over mijn kunstproject toen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.